Dames en heren, de glorieuze winnaar van de 15e Elfstedentocht. En dat is zeker niet de laatste Elfstedentocht. En ik hoop er zeker nog één mee te maken in mijn periode hier in Friesland. Dat is Henk Aggerendt. Ook voor jou, Henk, alle felicitaties van de provincie. Ook voor jou, telegram van premier Kok en het Koninklijk Huis. Alsjeblieft. Dat was de Frieslandhal. U was rechtstreeks getuige van de lange huldiging die daar plaatsvond. Maar we kunnen er geen genoeg van krijgen. Even een breekje ertussenin voordat we zo direct naar twee slachtoffers gaan kijken. Je start dus en dan moet je je schoenen wegdoen op een gegeven moment. Je start in een tent waar allerlei koeienstront ligt. Daar blijft een enorme hoeveelheid rotzooi achter. Wat doen ze daarmee? Dit. 16.000 schaatsers vertrokken vanochtend van de Zwettehaven. Maar dat konden ze pas na een wandeltocht van zo'n 2 kilometer. Dat betekent schaatsen in plaats van schoenen aan. En dus een menigte van schoenen op het ijs. En die worden in kruiwagenladingen weggereden. Komt in een container komt het terecht. Wordt opnieuw naar het vek gebracht. En daar komt het op een hoop te liggen. En dan kunnen de mensen het spul weer uitzoeken als ze dat willen. Maar ik denk dat het dan... gooi maar erin. Dat het dan weinig hoopvol wordt. Zit er nog een beetje kwaliteitsspullen bij? Ik heb geen idee hoor, ik kijk daar niet in. Het Elfstedenafval wordt gescheiden ingezameld. De tassen gaan in de ene container, de schoenen in de andere. Knappe jas. Wat ga je draaien? Nou, kijk eens. Dit is een mooi van mevrouw. Wat gaat er met jouw schoenen gebeuren straks? Met mijn schoenen, die laat ik hier gewoon liggen. En dan dat zien we wel. Ik heb loopschoentjes mee. Maar kom je ze nog ophalen in de loop van de dag of niet? Nou, ik denk het niet meer, nee. Dan ik ga wel kijken binnen mijn kaartje, maar ik denk niet dat ik ze vind. Ik zal ze in een zakje doen. Ja. Zou het helpen? Nee, weet ik veel zeker. Nou, dan gaan ze naar een goed doel, hebben we gehoord. Ja, prima, dat mag. Ik ga zeker. Vind je ze ooit nog terug, denk je? Ik denk het niet. Ja, het zijn ook oude, hè, dus dat maakt niet zoveel uit. Die laat ik lekker liggen. En dan? Wat gebeurt er met de schoenen? En dan... Sloes de miet. Nee joh, die ga ik echt niet opzoeken vanavond. Hij keert dus niet terug in het Friesian Expo Center, waar alle achtergelaten spullen te vinden zijn. Maar niet alleen schoenen worden gezocht. Wat? Ja, hebben ze de eco weggehaald? Alleen daar. En daar is hier waar deze mevrouw op zoek is. Nee, ik kan het niet vinden. Een paar schoenen, een tas van mijn man. Maar ik vind dit... Ah, is onbegonnen werken. Nou, kijk daar nou. Ik begin daar niet aan. Hebt u daar belangstelling voor? Is toch iets verschrikkelijks? Ja, mevrouw. Wij vinden het ook verschrikkelijk. Maar zoekt u rustig even verder. Tassen vol kledingstukken. En natuurlijk ook schoenen, schoenen en klompen. Welke maat zoek je? Pas door die 42. 42, daar liggen er genoeg van, denk ik. Van de wedstrijd rijden, ligt aan de andere kant. Hier. Hier. Ja. Dat zijn al stuk minder. Een gunstige mededeling, want dat kan maar zo'n 300 paar zijn. Hier ligt dus 16.000 paar schoenen. Linkers zoeken rechters. En veel tassen. Goed zo, dan weet u tenminste waar de schoenen gebleven zijn. U hoort al een beetje achtergrond, Noors achtergrondgeruis. Tijdens de huldiging zojuist in de Frieslandhal kwamen ze binnen. Ik zal u niet helemaal vertellen hoe ze eruit zijn, maar die Kors die dus naast mij zit, die kon niet eens meer bestaan. Die kon niet eens meer zitten. En now you understand dus. Welkom, Johan Olaf. Welkom, Geje. Who came up with the idea to do this? Wie bedacht dit? We had thought about this... In Albertville, actually, in 92, when
It was so cold just during the games. Yeah. In whole Europe, so they was expecting having the Elftetochter just after the games, and then we would fly directly from Albertville to go here. And from then we have been like thinking and dreaming about it. Dus het idee is gekomen in Albertville bij de Olympische Spelen toen het heel koud was in heel Europa. Toen dachten ze direct achter de Spelen naar Nederland te gaan om dan deel te nemen. So you had to wait till 97. Was it worthwhile doing it, Geir? Yes. No, you can say yes. No, we can say yes. It was it was really hard. Yeah? Yeah. Yeah, you remember how you came in here? Like an 87-year-old man. Huh? Yeah, it was. I have real pain in my back and in my legs. Yes, yeah. Pain in the rug, pain in the benen. Yeah. You didn't feel any pain anymore. You were not existing. I can't move my head now. No. I have been between here and my knees is terrible. Yeah. But Guy has been, he's been helping me all the way. Actually, he's been the one who's been in good shape. Yeah. Who? Because I've been shouting at him. Hey, stop! Not that fast. Because I'm the when we had the headwind on. Going up, yeah. It was so hard. Ja, dat hoef ik nauwelijks te vertalen. Are you still in shape, Geir? No. Yeah, I haven't skated so much. I actually skated 3 times this year before. So, 3 times? Yeah, but I'm running a little bit and cycling a little bit. Yeah. And, hij heeft 3 keer geschaatst, hij fietst nog een beetje. En Mr. Kos? He skated 2 times more than me. Yeah? I skated once. Once? Where? In Valdehoven on Christmas Eve. we trained together and then I managed 4 laps and then I had to say goodbye again. Ja. 1 keer dus op het ijs gestaan op Valdehoven in Noorwegen en ja goed. Then you start here in the dark. Did you ever skate before? Heb je ooit geschaatst in the dark? No, never. And how never, was that? It was very exciting. Yeah, I mean we had the back wind, yeah. In the back, so we so you so thought it fast. Was easy, yeah? It was easy to skate, but yeah. You never saw what was happening. But we were like, oh this is so much fun. But we didn't remember that we were supposed to skate another 150k when we turned down there. So, but I must say, and I have never really skated on the channels either. Yeah. It was a great experience. The ice was very good. Yeah. Hij vergat er even bij toen ze zo hard voor de wind gingen dat hij ook nog tegen de wind in moest gaan. Dus dat is hem weer tegenvallen. Geir, was it worthwhile doing this for a Norwegian to compete in a crazy Dutch circus? It was a fantastic day around the 11 cities. Yeah. A lot of people, a lot of. Did you ever see it on television in Norway? Yes, I get a tape from resume from 85 and 86. Yeah. And I joined it a lot and it was very good pictures. Dus hij heeft de races van 85 en 86 gezien op tape. Bart Veldkamp, you might remember him, came in 33, 34 or something. That's very, very impressive. Iep Kramer was number 8. That's very, very impressive. Yeah? I mean, the time of the winner was 6 hours, 49 minutes and 18 seconds. You gentlemen did it in 9 hours something. Yeah? Yeah, some small minutes. Can you move something from your body? You have to carry me out now. I will take do the that. Shirt and everything, yeah. I still want to know one thing. Everybody is wearing rucksacken, huh? Backpacks. Yeah. What was in your backpack? What zat er in jouw rugzak? Actually, I had my jogging shoes. Yeah. For if we had to take the train, I needed something except of my skates. So you had your shoes. And I had also some food, extra food and drinks, and some extra clothing if it got cold. Yeah. And I think an important thing. I was also doing this for a little bit for UNICEF here in Holland. Yeah. And we will later now auction off the skates which I skated on. So yeah. We will do that. In one good event. Oké, I'll translate it. U weet dat hij wat voor UNICEF doet, dames en heren. Hij is daar heel erg druk mee. Hij was er mee in Atlanta. De schaatsen waarop Johan Olof Kos, de 97 editie van... Daar zijn jullie. There you are, guys. De schaatsen waarop hij deze rit gereden heeft, zullen worden geveild. En daar kunt u dus op gaan bieden. Where will this auction be? I am not sure, but it will be announced. Yeah, but sure. It has to be big money, huh, for your skates. Yeah, of course. Geir, give you skates as well for that same auction. Yeah, there will always be Dutch people who want to have that, yeah? Okay. Okay, this is you two guys on a beautiful Saturday in January in Holland. We was planning this to get the sunset. Yeah. Exactly, and it was so beautiful.
skating against the sun when it went down, and you see the sky there in the back. Yeah. It was just fantastic. I mean, I think this was the Holland on its best this today. Sometimes we have a pretty nice country. Absolutely. Yeah. Hey, may I say that it was a pleasure to have you both here. We will never forget you two Norwegians coming to Holland. And the Holland public never forgets you. Nor Geir, nor you. Thank you very much. Tak tak, tusen tak. Dank je wel. Thank you. Daar zitten ze, dames en heren. De twee man, de twee Noren, die met dat 400 meter rondje ons al heel veel schaatsplezier hebben gegeven. En nu, hoe krijgen ze we straks de trap hier af? Dat is wat anders. Het is even voor vijven. Kunnen we naar wat andere dingen toe, Martijn? Ja, dan gaan we zo direct bij u terugkomen. Nu even tijd voor wat anders. Vulkaan in het ijs, dat is wat je bent. Barst zomaar uit als je denkt dat je hem kent. Uit het niets op een heldere dag. Er gaat iets komen, dat ze zien aan je lach. Niet stoppen, ga maar door. Net als je het niet verwacht en dacht dat het voor. Het vuur komt naar boven, vonken uit de top. Je houdt nu niet meer op. De vulkaan in het ijs. De vulkaan in het ijs. Sonneman Berenburg is net samen een stokje. Het is een drankje dat je leren matte om te drinken. Volg je daarom de radiocursus Hoe soep ik op Friesk? De lekkerste cursus van Friesland en omkrikken. Geniet je, maar drinken tuiken tuiken. De zon komt op, je maakt je klaar. Dit wordt je grote dag. Je bent gezond. Je leeft ernaar en Sensi geeft je kracht. Je kan de hele wereld aan, niemand kan jou nog stoppen. Je leeft gezond en zo intens, dus daarom maak je Sens. Sens voor je lust en je leven. Ronnie is verbijsterd. Zijn broertje is een crimineel. Ook Ronnie raakt echter bij zijn praktijken betrokken. Voor hete vuren. Vanavond op 2. NOS. Dinsdag 7 januari vieren prinses Juliana en prins Bernard hun diamanten huwelijksfeest. Bij de NOS ziet u een documentaire met nooit eerder vertoond filmmateriaal in kleur. Koninklijk Diamant, dinsdag 7 januari bij de NOS op 2. Vulkaan in het ijs, dat is wat je bent. Barst zomaar uit als je denkt dat je hem kent. Uit het niets op een heldere dag. Er gaat iets komen, dat ze zien aan je lach. Je kunt niet stoppen, ga maar door. Net als je het niet verwacht en dacht dat het vroor. Het vuur komt naar boven, vonken uit de top. Je houdt.